ziet het, het is geweldig. Het kan op de kunststof lopen en op het zand. En dat is een beetje moeilijker dan in de sneeuw. Dus als we dan in de sneeuw komen, zijn we super goed getraind. Dat is echt geweldig. Het is heel moeilijk om de techniek in het begin te leren. Er zijn twee soorten langlaufen. Dit is de klassieke stijl, je hebt ook de skatingstijl. De klassieke stijl is gewoon rechtdoor lopen, wat we hier doen. Goedemorgen. We gaan zo even het rondje doen. Die is 850 meter. Hoe speciaal is het weer dat er eindelijk een wedstrijd is in Nederland? Ja, het is ruim 25 jaar geleden. Toen was het een onderdeel van een triathlon zelfs. En Anka, die hier net voorbij komt, die was daar winnaar van. Dus eigenlijk zou ze de titel moeten verdedigen. En dat was in 85. Zwaar, maar lekker. Mooi. Het langlaufen zelf, dat je helemaal kan geven. Want het is echt een hele workout voor het lichaam. Armen, benen moeten alles doen. Je hoofd moet leeg zijn, je moet goed opletten dat je techniek goed is. En dan heb je een uurtje lekker gesport en dan ben je weer helemaal fris om weer de dag door te kunnen. Het is echt super fijn.